One Stop Window vergemakkelijkt diensten voor Surinaamse diaspora. De One Stop Window OWS met als doel een verbeterde samenwerking tussen het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gelanceerd. Dit gebeurde op maandag 8 april 2019. Deze samenwerking moet leiden tot het efficiënter afhandelen van de diensten, waaronder paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de Surinaamse diaspora, zegt Herel Bodeuts, hoofd van de afdeling paspoorten en trekker van dit project. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken zegt aan de totstandkoming van de OSW er een heel proces vooraf is gegaan. Zowel zijn ministerie als van Buitenlandse Zaken hebben één doel en dat is een tevreden klant. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.